Kijk, in de basis begrijp ik het allemaal wel. Als boer ben je voor een groot deel afhankelijk van het weer. Heb je voldoende regen en voldoende zon, dan groeien je gewassen als kool. Maar raakt die balans zoek, ja, dan heb je een probleem. Je gewassen verzuipen of verdrogen juist. En laten we nou met beide meer te maken krijgen door de klimaatverandering. Meer extreme dus. Hogere temperaturen en droogte. Ja, en als het dan een keer regent, ja, dan komt het ook met bakken uit de hemel. Het is niet alleen onhandig voor de boeren, maar ook voor waterschappen. Want waar laat je al dat water? De natuur is wel blij met een hoger waterpeil, meer grondwater dus. Maar de boeren hebben daar weer geen belang bij. Nou, dan zet je toch gewoon een stuk natuurgebied onder water, zou je zeggen. Ja, dat kan wel, maar dan moet dat water wel een beetje schoon zijn. Dus niet te veel fosfaten en nutriënten, want dat is weer niet goed voor de planten. Ja, het is nog niet gemakkelijk om met de klimaatverandering je hoofd koel te houden. Nou, dat vonden ze bij de provincie Drenthe ook. En dus zijn ze op zoek gegaan naar oplossingen.